Goedemorgen, het is vandaag donderdag en dit is onze, even nadenken, vijfde dag in Ibiza. Zondag, maandag, dinsdag, vijfde dag al. En we hebben net lekker ontbeten en we gaan zo meteen lekker naar het strand. En als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet op deze video en even abonneert. Als je er heel veel zin in hebt en dan heel veel kijkplezier met de video. Oké, ik sta nu op het balkon. Volgens mij heb ik elke vlog opend op het balkon. En mijn stem is echt helemaal kapot. Want we zijn gisteren uit geweest. Dat was echt super leuk. Moet je een vlog van gisteren kijken. Ik weet niet of ik heel veel heb gefilmd, maar voor het idee. En we hebben dus net ontbeten. We waren best laat wakker. Ik kom tot 11 uur ontbijt. Dus dat hebben we nog even snel gedaan. En het is vandaag denk ik wel de koudste dag. Nou, het waait een beetje en het is een beetje bewolkt. Maar ja, ik ga even vragen wat ze willen doen. Wat willen we doen dan? Strandje knallen? Ja, het is wel echt best koud hoor, ik zweer het. Oké, we hebben ons klaargemaakt. En het is niet super super lekker weer, dus wij gaan naar Ibiza stad. En wat gaan we daar doen? Gewoon een beetje winkels kijken. Ik weet eigenlijk niet precies, we zien het wel. En wat ik aan heb is gewoon een wit basic shirt. En een rokje met sterretjes. Oh, kan je het kaartje eruit halen? Hoe heb ik het kaartje eruit getrokken? Waar is die Pooh Bear of zo? Ja, maat S. Maat S. Live the skinny life. Skinny bin. En ik doe waarschijnlijk dit rode tasje erbij. Want die moest ik kopen van Emma en Eva. Maar ik heb hem nog nooit gedragen. Dankjewel. En nu zeggen ze net dat ze hem niet leuk vindt. Nee, ik vond waarom lieg jij altijd voor de vlog? Nu lijk ik rood in de camera. Kijk, ik leek echt rood, maar ik was niet rood. Fit, friends. Ik kan echt niet naar jou. We zijn buiten. Eerste daglicht dat we voelen. Nee, grapje. Eerste daglicht. Deze hele week. Oké, we gaan nu naar de bus lopen. Want we gaan even met de bus naar gewoon Ibiza stad. En we hebben nog geen idee wat we precies gaan doen, maar dat zien we zo meteen wel. Het is in ieder geval, het is wel lekker weer eigenlijk. Het is wel beter dan ik nu had gedacht hoor. Oh, ik hou echt van dit lied. En ja, misschien gaan we even een paar foto's maken of zo. Ik heb een beetje raar liggen, maar we zitten nu in de bus. Want we gaan naar Ibiza stad, wat ik al 100 keer heb gezegd. En het is super warm. De stem. Ja, oh ja, mijn stem is een beetje weg. Maar dat hadden jullie vast al gehoord. Ja, je gaat toch niet daar een Supreme winkel zetten? Nou ja. We zijn dus nu in Ibiza stad en we zagen net toen met de bus langs reden een Supreme winkel. Dus we gaan even kijken, want het is hier heel afgelegen. Dus dat is wel een beetje raar, maar oké. En het is toch wel wat lekkerder weer dan we hadden gedacht. En ik ga vandaag sowieso een ijsje halen, want dat heb ik de hele vakantie nog niet gehaald. En daar heb ik super veel zin in. Gonna find you and make you want me. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me. You can't. We zijn even een drankje aan het doen. Nou ja, het is eigenlijk al bijna op, maar oké. En we gaan zo meteen even een ijsje halen. Oké, we zitten even in een restaurantje om wat te gaan eten. Eten met de girls. Bij, hoe heet het? Lekker schat. Ik weet niet hoe het heet. Volgens mij hebben ze hebben een Nederlandse kaart, hè? Kaartje. Ja, ik doe niet van Duits. Ja, ik doe gewoon Spaans. Kan oh, een beetje nee, Chinees. Want ja, you're from China. Ik kan niet eens praten. Nee, heb ik ook. Ik hoef er niet op. We zitten nu bij een pizzeria. Ze hebben hier gratis. Nee, het is geen pizzeria. Het is een nette. Ze hebben hier gratis wifi. Oh my god. En zo ziet het eruit. En daar zo is de zee, de haven hierachter. En wil je er nog even ingezoomd op? Liever niet. Nee, oké, okay, nice.
thank you. Ziet er wel lekker uit. Ik ben lekker. Thank you very much. Wel zelf gemaakt. We hebben net heel erg lekker gegeten. En wat gaan we nu doen, meiden? Meidon. Dat weten we nog niet. Maar we moeten even naar de parfumwinkel. En we gaan natuurlijk ook nog heel veel kleding kopen, want de koffer was namelijk nog niet te zwaar. Die was nog niet. Die was namelijk nog niet. Ik hoop echt. Vertel even waarom wij zo'n rare stem hebben. Nou, omdat we een hele erg airco hebben in onze kamer. Maar mijn moeder zegt dat we een lage weerstand hebben. Weinig slapen, weinig groenten, weinig fruit. Dat zorgt voor een kutstem. Maar ik eet elke dag slaatje. Ja, ik leer eet wel echt elke dag een slaatje. Maar wij eten wel echt elke dag in de ochtend ananas en meloen. En we eten natuurlijk pizza. Dat zijn gewoon tomaten en kaas. Gewoon zuivelproduct bijna. Ik heb net een ijs gehaald. Andere kant op, jongens. En hij is heel erg lekker. Nee, hij is niet echt heel lekker. Ik vind hem oprecht niet zo lekker. Waarom heb ik ook kaneel? Maar ik vind thuis altijd kaneel zo lekker. Wij zijn weer terug op de kamer en hebben ons klaargemaakt. Ik heb echt geen idee wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Maar we waren best wel moe, dus we hebben even op de hotelkamer gelegen. Het is nu inmiddels 8 uur, dus we gaan zo meteen even avond eten. Ik heb een beetje een tanline. En daarna gaan we gewoon weer naar een bar of zo. We hebben nog niet echt een idee wat we precies gaan doen. En ik heb er een keer foundation op. En het is een beetje... Hier te wit en hier te donker. Oké, we zijn terug op de kamer. En we hebben net gegeten. We hebben op zich best wel oké gegeten. Vond ik dan. Ik zie eigenlijk gelijk kijken van nee. En we zijn nu even een paar drankjes aan het doen en muziek aan het luisteren. En dan gaan we zo meteen... Wat gaan we doen, jongens? Niemand reageert. Again. Ja, maar mis. Ja, iedereen zijn stem is gewoon weg. Mijn stem is bezig, volgens mij. Hij praat eens. Ik ga nog even één keer op. Dus, en we gaan nog even bussen. Mooie mensen. Stel, hier, hier. Een kleine kus en blijf je bij. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oké, het is de volgende dag, maar ik was gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Want mijn camera was leeg. Dus... Ja, ik denk dat de vlog van deze dag niet super lang is. Sorry daarvoor, maar dat had ik al gezegd. Ik kan niet dat alle vlogs even lang zijn en dat ik evenveel doe. En het was gisteren ook niet super lekker weer, dus daarom. Ik hoop wel dat jullie het alsnog een leuke video vonden. Dan zeker een blauw duimpje omhoog. En abonneer even voor de andere Ibiza vlogs. En dan zien jullie mij weer bij een nieuwe video. Doei doeg!